Waarom hij de bijnaam Isri gekregen heeft, Surinaams, het lijkt op El Idrissi, maar Isri betekent ijzer in Surinaams. En dat zit er gewoon niet in die handschoenen, dat zit in zijn vuisten. En dat zullen de tegenstanders zullen het echt merken. Tarik El Idrissi, dat wordt de toekomstige Nederlandse bokskampioen. Waarom moest jij van je moeder gaan thaiboksen? Omdat ik vaak op straatrand hangde. En mijn moeder vond het een beetje nutteloos, dus moest ik niets vasthouden, dat was mijn sport. Had je vader ook nog iets in te brengen? Mijn vader? Ja, eigenlijk... ja, mijn vader vond het eigenlijk weer geen goed idee, maar daarna zag hij de positieve kant ervan. Dus ik veranderde ook helemaal.
Idrissi!